Van harte welkom allemaal. Mijn naam is Jerre Lubbers. Ik ga nu een uur lang een workshop geven van twee onderdelen die we normaal eigenlijk per onderdeel een halve dag doen. Dus het is een beetje een uitdaging. Ik ga best wel wat van jullie vragen. Om jullie daarbij te helpen heb ik in ieder geval de hulp van mijn collega Gabriella Kovakova. Die gaat de vragen die ik stel, gaat ze gelijk de antwoorden live in de mindmap zetten. Zodat je ze makkelijk kan noteren in je boekje. Als je ook even naar het boekje wil kijken, dan zie je dat er ook een paar lege bladzijden in zitten. We gaan zo meteen beginnen met een lege bladzij. Dus als jullie, wie heeft er geen pen en een lege bladzij voor zich? Oké, als we dan allemaal in de startruimte staan, dan ga ik beginnen. En ik begin met structureren. Ik wil graag met jullie even praten over waarom je eigenlijk hier zit. We kunnen even heel snel de verwachtingen managen. Wat is de reden waarom je hier zit? Wie wil daar even antwoord op geven? Ja, zeg het maar. Effectiever en sneller stukken kunnen lezen. Wie heeft een andere doelstelling? Meer aandacht aan het bedenken van creatieve oplossingen. Oké. Ja? Bijzaken van de hoofdzaken leren onderscheiden. Oké. Zijn dat ze? Of hebben jullie nog iets gezegd? Dat zou ik ook wel leuk vinden. Nee? Oké, dan gaan we daarmee aan de gang. In het tekstje stond, er komt een informatie-tsunami op ons af. Voelen jullie dat ook zo? Wie heeft het gevoel dat er steeds meer informatie op hem afkomt? Waar die wat mee doet of wat mee moet doen? Oké. Dan gaan we vooral hebben over tips om die, ja, met die informatie overload, wordt die ook wel eens genoemd, om te gaan. Er zijn eigenlijk twee dingen waar ik met jullie even bij stil wil staan. Enerzijds helpt het heel erg als je wat meer op afstand gaat staan. Waarom doe ik dit eigenlijk? Daar gaan we even wat tijd aan besteden. En anderzijds ook niet alleen snelheid vergroten van met omgaan met die, zeg maar, informatie-tsunami, maar ook het begrip. Dus je kunt wel sneller gaan lezen, ga je ook meer begrijpen. Dus daar wil ik ook graag even bij stilstaan. Leren omgaan met veel informatie. Deze is net genoemd, die hoofd- en bijzaken. Dus die gaan we behandelen. Snel tussen opstijgen en analyse kunnen afdalen. Daar ook wat hulpmiddelen voor behandelen. Visualiseren van structuren. Als je een document leest, dan ben je eigenlijk automatisch in je hoofd proberen daar een structuur voor te verzinnen. Nou, wat kan daarbij helpen? Maar ook het begrip vergroten. Er zijn twee onderdelen waar ik dan vandaag even met jullie naar wil kijken. Enerzijds is het echt het structureren van informatie. Hoe kan je dat doen? Daar zijn wat trucken voor. Wie kent de 5W plus H? Oké, nou, dat zijn nog niet zo heel veel mensen, maar dat is straks wel anders. En ik wil graag hebben over begrijpend snel lezen. Niet alleen papier, maar ook op het scherm. Wie heeft er wel eens een app gebruikt op zijn telefoon voor snel lezen? Oké, nou dat is mooi. Kunnen we daar misschien jullie ook bij helpen? Ik wil graag vragen of jullie dat velletje papier even pakken. U komt naar binnen, we hebben een boekje. Er zit na een paar blaadjes zit ook een leeg vel. Als u dat even wilt pakken. Dan wil ik vragen of jullie drie strepen willen trekken op dat lege vel. Drie kolommen maken. En bij de eerste kolom even hoofdzaken erboven schrijven. Bij de tweede kolom bijzaken. En boven de derde kolom bij bijzaken. Dus we krijgen drie kolommen dan. Wie weet wat er in de middelste kolom komt te staan? Als kopje. Bijzaken. En de derde kolom? Bij bijzaken. Oké. We gaan beginnen met structureren. Ik wil een beetje sneller doorheen gaan. Ik ga jullie tekst laten zien. En ik wil vragen of jullie tekst gewoon leest zoals je gewend bent om te lezen. Maar wel even probeert om daar de hoofd- en bijzaken uit te halen uit die tekst. De hoofdzaken die schrijf je in de linkerkolom. En de bijzaken schrijf je in de middelste kolom. En heb je dan nog dingen over, misschien voorbeelden, dan schrijf je die in de meest rechtse kolom. Oké? Ik zal de tekst even laten zien. Hij gaat
gaat toevallig over het mindmappen, dus daar kan je misschien inhoudelijk ook gelijk wat op steken. Ik zal een klein stukje met jullie meedoen. In de eerste zin staat mindmappen is in de basis een denk-, schrijf- en geheugentechniek. Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, ik schrijf mindmappen in de meest linker kolom, hè, dus als hoofdzaak. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, ik schrijf mindmappen is een denk-, schrijf- en geheugentechniek in de linker kolom. En de middelste kolom, daar schrijf ik die Tony Buzan wel. Ja. Dus dat is de bedoeling. Kijk gewoon even rustig naar die tekst. Ik loop rond. Als je vragen hebt, steek even je hand op. Dan help ik je. Maar probeer nu in 5 minuutjes deze tekst om te zetten in die 3 kolommen. Dus voor jezelf de hoofdzaken eruit halen. De bijzaken en de bijzaken. Zijn daar nog vragen over? Succes! Gewoon op een blank papiertje. En dan de hoofdzaken in de meest linker kolom, bijzaken in de rooster, de bijzaken in de rechter kolom. Mocht je al klaar zijn, ik zie dat wat mensen al klaar zijn. Kijk dan even bij de buurman of bij de buurvrouw. Of er verschillen zijn met wat je zelf hebt gedaan. En als je verschillen ziet, ga dan even in gesprek met elkaar, fluisterend, hoe je denkt dat komt dat er verschillen zijn. Je hoeft het niet helemaal af te maken. Als je ineens op steek bent, mag je best wel met elkaar in gesprek gaan. Het gaat even om de oefening. Niet de hele tekst doen. Ben je klaar? Ga gewoon in gesprek. Van achteren, kijk even. Oké. Okay. Oh, bij ons ook. Okay. Nou, deze oefening ken je dan. Er komen nieuwe dingen voor jou. Maak je geen zorgen. Nou, kijk op je gemak even bij elkaar. Als je verschillen ziet, voorbeelden onderin. Waar denk je dat er verschillen zijn? En eigenlijk zou je alles als bijbij zijn. Ja, precies. Oké, wie zou nog een voorzetje willen maken? Wie denkt dat hij weet waarom er verschillen zijn tussen die kolommen?
met je buurman, buurvrouw. Wie? Precies zelf. Oh. Ja. Waarom zijn er verschillen? Waarom denk je dat er verschillen zijn? Met je eigen prioriteiten. Ja? Hoe bedoel je dat precies? Nou, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld meer als jezelf als een kind hebt van een achtergevoel, ja. Dat is iets wat je denkt, nee, dat kan ik ook maar een zoon of dochter leren. Ja, oké. Dus jij noemt dat je eigen prioriteiten, dus eigenlijk kijk je met je eigen bril naar de wereld. Ja. Wat zou nog meer een rol kunnen spelen? Ja? Ja? Hoeveel je al van mindmappen afweet. Hoeveel je al van mindmappen afweet? Ik heb eerder mee gewerkt, ik heb het niet meer opgeschreven dan mindmappen, grafisch structureren. Nou, dat was het dan. Ja. Wat weet je al? Dus wat heb je al een kennis en ervaring? Is dat wat je zegt? Ja. Oké, dus je eigen bril, wat heb je al een kennis en ervaring, wat nog meer? Misschien het doel. Het doel? Ja. Het doel en het resultaat. Heel goed. Wat nog meer? Hoe gedetailleerd je denkt, hoe bedoel je dat precies? Ja, er zijn mensen die kunnen in 3 steekwoorden iets zeggen en een ander heeft daar 10 minuten voor nodig. Er zijn mensen die in 3 steekwoorden een boodschap kunnen overbrengen en anderen moeten daar soms 10 minuten over praten. Oké, dus hoe gedetailleerd je denkt. Nog meer redenen? Nou, een van de belangrijkste dingen die we nu hebben gehoord is doel en doelgroep. Als je hier zit en je denkt, ik ga alles wat ik vandaag leer, ga ik aan mijn zoon of dochter leren, van mijn partner. Dan zit je al met een hele andere bril te kijken naar wat er vandaag voorbij komt. Dat is trouwens een hele effectieve bril, want onderzoek wijst uit dat als je zo in een training zit, je wel tot 80-90% van die training kunt herinneren. Op het moment dat je zelf denkt van hoe zou ik dit dan aan mijn zoon of dochter gaan uitleggen, dan kijk je niet alleen naar de inhoud, maar dan kijk je ook bijvoorbeeld hoe ik dat presenteer en hoe ik de oefening doe en welke materialen ik gebruik. Als je dat allemaal onthoudt, dan pak je al veel meer op. Dus dat speelt een rol. Manieren van denken. Hè? Dus zijn ook mensen die meer de neiging hebben om alle details te bekijken. En sommigen die gaan gelijk al opstijgen, dus dat klopt ook. Doel en doelgroep. Manieren van denken. Je achtergrond. Kennis en ervaring die je al hebt. Training die je misschien al een keer hebt gedaan. Mindmap training. Maar wat heel erg belangrijk is dat je beseft dat we hebben heel vaak... bilateraaltjes, vergaderingen, brainstorms. En dan zitten we met elkaar te praten en dan denken we heel vaak dat we het over hetzelfde hebben. Maar dan merk je achteraf als je eruit loopt of na een paar dagen of weken weer een vervolgvergadering hebt of projectbespreking, dat je toch heel dicht langs elkaar heen hebt zitten communiceren. Dat heeft natuurlijk hiermee te maken met die bril die we allemaal op hebben waarnaar we naar de werkelijkheid kijken. Kennis, ervaring, opleiding, achtergrond, cultuur, doel, doelgroep, noem maar op. Dat is een van de belangrijke dingen die ik mee wil geven. Dat voordat je begint en ook straks met lezen, vraag je eerst af waarom. Dus afstand nemen van wat er gebeurt. Niet zomaar met elkaar een hok instappen en denken van nou, we gaan het even oplossen. Wat is het dan dat je wil oplossen? Nou, daar ga ik zo meteen iets dieper op in. Daar is ook gewoon een techniek voor. Ik wil nu vragen de mensen die al ervaring mee hebben, om ook eventjes te kijken naar het boekje. Daar staat een schabloon in. Die schabloon die ziet er zo uit. Ik zal hem even erbij pakken. Het staat eigenlijk op de eerste bladzijde. Dat is deze. Neem nou even 2 of 3 minuten om de belangrijkste, ten eerste wat je denkt, waar je denkt dat die tekst over gaat, in het midden te zetten. En dan de eerste pakjes van die mindmap rondom het centrum even een steekwoord proberen erbij te zetten. En dus wat hebben we nou gezien? Mindmappen, denk, schrijf en geheugentechniek. Kan je dat in een paar steekwoorden opschrijven? Tony Buzan, waar hoort die? Kijk even naar je kolommen en zet ze dan in die mindmap. Dus probeer een vertaling te maken van die 3 kolommen naar die mindmap. Neem even 2, 3 minuutjes. Gaan we er even naar kijken. Dus je hebt die kolommen net gemaakt. Pak je erbij. Dan pak je dit plaatje in je handout. Dat is gewoon de eerste bladzijde. Er staat een 1 onder. Zal ik even? Kom even naar je toe. Ja, dat is hem. Ja. Ja. Dat is maar nog wat kleiner.
kan ook die andere bladzijde gewoon even eruit scheuren hoor, en dan kan je hem ernaast halen. We hebben nog extra boekjes, dus als je eentje mee wil nemen, is geen probleem. Prettig vindt, heb ik nog wat mindmap-regels voor je op het scherm gezet. Maar die hoef je niet te gebruiken. Die krijg je ook, die staan, die zitten ook in je boekje trouwens. Dus die heb ik als een reminder voor de mindmappers neergezet. Waar ik nou heel erg benieuwd naar ben zo meteen, is wat is nou het verschil tussen die kolommen en die mindmap? Zelfde informatie, wat is nou het verschil tussen die manieren van markeren? En kijk ook weer even naar je buurman of buurvrouw, wat die voor steekwoorden bij die eerste rij takken heeft geschreven. Dus als je klaar bent, kijk even op je gemak. Wat is het verschil? Heeft iemand al een idee? Zijn er nu verschillen ook met je buurman of met je buurvrouw? Oké, dus dat zit heel dicht bij elkaar. En zitten er bij jullie... ik zal het even herhalen. Dus zij hebben ontdekt dat ze eigenlijk in die hoofdtakken heel weinig verschillen hebben. En zitten er nog verschillen tussen wat jullie net in de kolommen hadden gezet? Oké, dus de hoofdzaken die net in de linker kolom staan, die staan nu niet allemaal... Maar jullie zaten dus heel dicht bij elkaar. Zijn er anderen die verschillen hadden? Ik gebruik iets meer steekwoorden bij deze. Iets meer steekwoorden dan de buurman? Of in deze vorm? De hoofdzaken. Oké. Gewoon een paar woorden meer. Ja. Ja, dat is heel goed. Als je het tenminste niet aan anderen hoeft uit te leggen. Of als je maar een ander geeft zonder uitleg. Andere verschillen gezien? Wat zou nog meer een verschil zijn tussen gewoon die kolommen opschrijven, lineair, en uiteindelijk zo'n mindmap vorm, zo'n grafisch schema? De volgorde. Volgorde? Hoe bedoel je dat precies? Nou, met hoofdzaken ben ik gewoon door de tekst heen gegaan. Ja. En nu met de klok mee wat het belangrijkste is eerst. En dan op die manier het rondje volmaken. Dus een prioriteit ook? Ja. Oké, dat... Wat wilde jij zeggen? Ja, ik heb langs de takken ook niet meteen de inhoud geschreven, maar gewoon de eerste tak is wat, dan de tweede het effect, de derde het hoe. Dus kun je ook kijken op welke tak wil ik gaan inzoomen. Oké, jij bent dus al gaan clusteren. Ja. Dus je bent naar die kolommen gaan kijken en je van, ik zie clusters. Ja. Oké, en had jij dat ook? Nee. Oké, dus je had echt een verschil in de aanpak. Ja. Nog andere verschillen? Andere verschil tussen de lineair en dat zo'n grafisch plaatje maken met onderwerpen in het midden? Het overzicht, je hebt in één keer overzicht. Ja. Zijn er nog meer dingen? Misschien voor de mindmappers onder ons? Ja, er verhuisde een bijzaak naar de hoofdtak. Er verhuisde een bijzaak naar de hoofdtak. En hoe kwam dat? Omdat ik dacht, hoe doe je dat mindmappen? Hoe doe je dat? En dat werd een hoofdzaak? Ja, okay. Ik dacht, dat is toch wel belangrijk om te weten. Oké, dat is interessant. Ja. Dus het verandert ook wat. Nou, één ding wat je ook vaak hoort is, op een gegeven moment is het blaadje op. Dan moet je omslaan in een lineaire notitietechniek. En dan krijg je een volgende blaadje. Een goede mindmapper, voor de mensen die hier zitten, die dat waarschijnlijk zelf al ervaren, kunnen heel makkelijk 7, 8 blaadjes lineair op één mindmap krijgen. Dus er is al gezegd, het voordeel is dat je overzicht hebt in zo'n mindmap.
Je hebt een structuur, je ziet de structuur van het hele document. Er is ook software, dat kan ik misschien aan het einde nog even laten zien, die automatisch een Word-document omzet in zo'n structuur. Dus heb je van je hele Word-document heb je een structuur te pakken. Dan kan je ook zien of dat artikel wat je schrijft, of het plan dat je aan het doordenken bent, of dat ook wel goed in elkaar zit qua structuur. Dus je ziet in één keer de structuur, maar je ziet nog wat. Je ziet ook misschien in één keer een verband tussen het een en het ander door gewoon een pijl. Dus het is veel moeilijker om in een lineair document van 7, 8 pagina's, verband tussen pagina 2, 3 en 7 te zetten. En nu kan je gewoon in één keer een pijl zetten. Een van de dingen die heel goed samenwerken met snellezen, is informatie structureren op deze manier. Daar ga ik zo meteen nog iets dieper op in. Maar we hebben nu even geoefend met het maken van zo'n mindmap. Dit is het voorbeeld van hoe zo'n mindmap eruit zou kunnen zien, van wat jullie eigenlijk net hebben geoefend. Dus je ziet hier, ik zal even aan de rechterkant blijven, want die hebben jullie volgens mij allemaal wel gedaan. Hier zie je dat in een, dit is een elektronische mindmap. Ik vind het altijd heel goed om dat eerst handmatig te oefenen. Mensen die dat al hebben gedaan, die merken dan ook dat je dan die denktechniek heel erg stimuleert, in plaats van gelijk met de computer aan de gang te gaan. Je ziet hier bijvoorbeeld degene die deze mindmap heeft gemaakt, die zegt ja, het is een denken, schrijven en geheugentechniek. Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. En waarom zou je het willen? Ja, om je creativiteit, leervermogen, probleemoplossend vermogen te vergroten. Om je geheugen te verbeteren. Om je tijd beter te benutten. Om gemakkelijker te communiceren. Dus je ziet dat dit een manier is om die tekst van daarnet om te zetten naar zo'n schema. Ja, dus dat hebben we waarschijnlijk allemaal een beetje op een andere manier gedaan. Maar hier zie je een voorbeeld. Zijn daar nog vragen over? Wat we hebben gedaan is, we hebben een tekst gepakt, een platte tekst, die hebben we in kolommen gezet en daarna hebben we in een schema gezet, in een mindmap. We hebben het even gehad over wat zijn dan die verschillen. Ja? Als je een groot stuk tekst moet lezen, afhankelijk van het doel waarmee je leest, is het soms heel handig om van de hoofdzaken in die tekst een structuur te maken. Je zou kunnen zeggen, de titel van je artikel of van je boek staat dan in het midden. Dit is dan hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, etc. Nou, wat gelijk misschien ook opvalt in deze, wat ik vaak mensen hoor zeggen, is dat er nog iets opvalt in deze structuur. Wat is dat? Wat valt je nog verder op? Kun je het goed zien? Kleurtjes, ja. Kleuren helpen om dingen te onthouden. Maar wat valt nog meer op? Kleurenplaatjes, dat zijn allemaal hele geëigende technieken in het mindmappen om dingen goed te onthouden. Of juist aandacht te vragen, of te clusteren. Je kunt met de kleuren clusteren ook. Maar die extra pijl? Sorry? Die rechtsbovenin, die extra pijl? Ja, die extra pijl, een relatie. Ja, je kan heel makkelijk relaties visualiseren. Maar er is nog wat. Als je kijkt, voor de mensen die al net zeiden, de 5W plus H, wie waren dat? Vingers? Valt jullie wat op aan deze plaat? Ja, wat, waarom, wie, waar, wanneer en dan de hoe zou je ook nog kunnen toevoegen. Het is een hele bekende techniek om te structureren. Als je naar het journaal kijkt of je luistert naar interviews op de radio, dan zie je vaak dat journalisten gebruiken dat heel veel. Dat ze altijd vragen naar de 5W plus H. Wat is er nou precies gebeurd? Waarom is dat dan belangrijk? En wie treft dat dan? En waar is het gebeurd? En wanneer gebeurde dat dan? En hoe gaan we nu verder? Nou, dat kun je eigenlijk met alles doen in je werk ook. Je kunt dat doen met problemen. Wat is nou precies het probleem? Waarom is dat dan een probleem? Wie wordt er door getroffen? Wie moeten er wat aan doen? Wie zijn de stakeholders? Wanneer moeten we er wat aan gaan doen? Waar speelt het? Waar gaan we het oplossen? En hoe gaan we het oplossen? Maar ook beslissingen. Wat is de beslissing die we moeten nemen? Waarom is het van belang? Wie treft die beslissing? Projecten. Wat is dan het project dat we gaan doen? Waarom is het van belang, dat project? Wat is de business case? Etcetera. Dus ook het lezen, zomaar gaan lezen, dat gaat vaak tijd kosten, extra tijd. Maar op het moment dat je al vanuit een structuur denkt, of vanuit een structuur kijkt ergens naar, dat vinden onze hersenen heel fijn. En één zo'n structuur is die 5W plus H, maar er zijn ook andere structuren. Je kunt ook denken aan oorzaak-gevolg, processtappen, de zes denkhoeden van de Bono, verschillende structuren. Ik wil even gaan oefenen.
En vragen of jullie van wat ik nu ga vertellen gewoon even aantekeningen willen maken. Dat mag in de vorm van een mindmap. Je kan dat schabloon gebruiken. Of er staat achterin verderop staat ook een schabloon. Maar je mag ook gewoon op je oude manier, zoals je gewend bent om aantekeningen te maken, op een leeg vel gewoon wat aantekeningen maken. Ik ga vrij snel op spreeksnelheid door wat informatie. En de vraag aan jullie is, probeer nou eens de hoofd- en de bijzaken van die informatiestroom die ik nu naar jullie, hè, dit is misschien wel lawine. Probeer daar nou eens de hoofd- en de bijzaken uit te halen en schrijf die voor jezelf op. Als je wil mag dat direct in de mindmap. Kan ook in die kolommen of in de manier zoals je gewend bent om dat te doen. Ja? Hoeveel uur per dag lezen jullie ongeveer? Wie leest er meer dan 2 uur per dag? Op je scherm, documenten, projectplannen, e-mails. Meer dan 3 uur. Meer dan 4 uur per dag? 5 uur? Nou, we zijn ongeveer 4-5 uur. De meeste mensen lezen ongeveer 4-5 uur. Zeg maar zakelijk of vanuit studie. Wat betekent het als je daar de helft af kan halen? Als je dus 2 keer zo snel leest of als je 2 keer zoveel kan gaan lezen. Wat betekent dat, denk je, op je leven? Tussen nu en dat je klaar bent met werken of? Veel meer lezen. Je kan veel meer lezen. Of je kan heel veel lezen in veel minder tijd. 5 uur is ongeveer constant waarschijnlijk. Ja. Nou, stel nou dat je, wat is het laatste managementboek wat je hebt gelezen? Wie heeft er laatst nog een managementboek gelezen? Wie houdt echt alles bij, zeg maar, op het gebied van je vak? Van management of leiderschap of je personeel aansturen? Niet heel veel, hè? Dus het valt wel op. Terwijl, als je kijkt naar IT-specialisten, die bijvoorbeeld apps maken of wat dan ook. Die moeten echt heel veel bijlezen. Een arts ook. Het zijn beroepen en vaak wij als werknemers, er zijn een paar hele goede boeken laatst uitgekomen die ik je echt kan aanraden. Ik heb ook, als je dat wil, als je niet veel tijd hebt, heb ik mindmap uittreksels voor je. Maar bijvoorbeeld Whole New Mind van Daniel Pink. Super gaaf boek. My Stroke of Insight. Een van de meest geklikte video's op TED. Van Jill Bolte Taylor, ook over hoe de hersenen werken. Een heel gaaf boek van de Heath Brothers. How to Change When Change is Hard. Super gaaf boek. Allemaal hele gave boeken, maar we nemen bijna niet de tijd meer omdat we het al zo druk hebben. Zeker in de tijd van crisis en reorganisaties en noem maar op, kostcutting. Wie leest er nou nog boeken? Dus als je nou eens van die 4-5 uur dat je leest, als je daar nou een uur van kan winnen of 2 uur. En je kan dat steken in jezelf verder ontwikkelen, in goede boeken lezen. En wat zou dat dan betekenen? Wat zou dat dan betekenen voor de toename van jouw kennis? Dus is investeren in begrijpend snel lezen, in structureren, in mindmappen, dat soort technieken, is dat zinvol of niet? Wie denkt van wel? Dus hoe gaan we dat dan doen? Ja. Een van de belangrijkste dingen is dat wij hebben heel vaak de neiging, omdat onze hersenen zijn eigenlijk, die zijn heel snel aan het scannen automatisch. Dat is nog een oud overlevingsmechanisme van wat gebeurt om ons heen. Waar moet ik naar kijken? Wat moet ik gaan? Wat is belangrijk? Wat moet ik daarmee doen? Het lezen, heel veel mensen pakken gewoon en die beginnen te lezen een e-mail. Of een document wat binnenkomt. Printen dat uit of lezen het op het scherm. Wat belangrijk is, waarom moet ik dit nu lezen? Schrijf even op. Waarom moet ik dit nu lezen? Dat gaat je al enorm helpen als je dit elke keer doet. Waarom? Wat wil ik ermee bereiken? Bewustzijn. Eerst even vooraf nadenken over wat zou ik willen bereiken. Moet. Waarom moet? Hoe noodzakelijk is het dat ik dit lees? Waarom ik? Is het wel voor mij? Kan ik dat niet aan een medewerker of aan een collega overlaten? Dit. Is dit nou de moeite waard om te gaan lezen? Is dit de beste bron die er is? Of kan ik beter even verder kijken tot ik een betere bron heb en dat ik dat stuk ga lezen? Dat scheelt tijd. Als ik erachter kom aan het einde van het stuk dat eigenlijk gematigd stuk is of gemiddeld of niet zo goed of zelfs slecht, heb ik het wel helemaal gelezen. Nu? Waarom nu? Waarom moet het nou echt nu? We hebben heel vaak de neiging, het moet nu gelezen worden. Zo. Is dat wel zo? Je kan vaak heel veel tijd besparen door het gewoon niet nu te lezen, gewoon helemaal niet lezen.
En lezen, je hebt ook heel veel verschillende vormen van lezen. Je kunt zeggen, ik moet het lezen, want ik krijg er een tentamen over of een proefwerk. Of ik moet iets lezen, want ik moet er een presentatie over geven. Of ik moet iets lezen, want ik ben met een stuk bezig, een stukje research voor een artikel, en ik ga even scannen naar informatie. Of ik moet iets lezen, omdat ik er morgen een vergadering over heb. Ik hoef het niet in detail te weten, maar ik skim het even door. Of ik iets zie wat ik nog niet weet, en dan weet ik dat wel. Er zijn ook vaak tool. Waarom ga je iets lezen? Nou, dat, waarom moet ik dit nu lezen, vooraf kan je al heel veel tijd schelen. Doordat je het goede stuk leest, doordat je het misschien niet leest, doordat je het aan een ander overlaat om het te lezen, en jou terug te rapporteren. Dus het is ook een stukje bewustzijn. Nou, wat jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, is dat heel belangrijk is dat we ook als we gaan lezen, vooral als het een wat moeilijker stuk is, dat we echt even goed gaan zitten. Dat we denken aan licht, een glaasje water, raam open, dat we zuurstof krijgen, dat je recht zit, met je benen recht, dat je rug recht, dat je met je armen laag zit, dat je geen, ja, dat je je armen naar achter en dan dat je ook zo achter je computer zit. Maar ook een rechte stoel. Als je zo zit te lezen, dat is eigenlijk heel slecht. Er zijn alle, nou, gaan we eens met een arbo-arts praten. Dit is de manier om te lezen. Dus als je een leesplankje kan krijgen, of als je het gewoon bijvoorbeeld op je computer zo kan zetten, dan is het eigenlijk al veel beter dat je hoofd veel rechter op blijft. Er is ook nog een mechanisme dat als je hoofd in de knik zit, dan denk je hersenen op een gegeven moment van, hé, hij is aan het rusten. We kunnen, hè, shut down. Dat is heel grappig is dat. Dan neem je ook minder op. Hè. Dus goede houding is belangrijk. Daarnaast is het zo, die kent hier de Pomodoro-techniek. Gebruik je hem echt? Nee. Oké, maar je kent hem wel. Een supergoeie techniek om gefocust te zijn, om heel veel op te nemen. Kijk even naar hoe die werkt. Ik heb een artikeltje over geschreven. Als je mijn naam intikt, Jerre, en dan Pomodoro of Mindmap of Nieuwe Werken, dan vind je een aantal van die tips, van die artikelen op Lifehacking of op Nieuwe Werken blog, dat soort websites. En er staat, gewoon, er staat ook wat meer uitgelegd hoe je het kan gebruiken met downloads, met tips. Naar apps die je op je telefoon kan downloaden om daar te kijken. Dus tik gewoon mijn voornaam in, Jerre, en dan in ieder geval Pomodoro. Pomodoro techniek kan ik je echt van harte aanbevelen. Helpt heel erg om te focussen. Nou, zeggen we dus van ja, hoe ga je lezen? Ga je gewoon, doe je het boek open en begin je te lezen? Want dat is eigenlijk alsof je in een donker huis stapt en denkt van oké, waar zijn we? Je gaat gewoon met hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, je loopt er doorheen. Je hebt geen idee waar het over gaat. Een andere manier is eigenlijk net als een legpuzzel. Bij een legpuzzel leggen we eerst de hoeken neer, de randen. En dan vallen op een gegeven moment de stukjes vallen na even wat puzzelen, vallen gewoon in elkaar. Dat is eigenlijk ook de manier om een stuk of een boek te lezen. Als een legpuzzel. Dus je kijkt eerst naar de voorflap en de achterflap. Waar gaat het over? Het is de titel, het is de subtitel. Wat schrijven ze op de achterkant? Dan kijk je naar de inhoudsopgave. Dan ga je de binnenkant ga je scannen. Wat zijn de hoofdstukken, wat zijn de koppen? Je kijkt even naar grafieken, plaatjes. En dat vinden je hersenen heel fijn. Want dan zet je de context neer. Dus dat is niet meer een donker huis waar je in één keer instapt. Zo van, nou, waar gaat dit naartoe? Maar dan krijg je die puzzel. Dan heb je die randen heb je in beeld, die hoeken. En dan kan je dan makkelijker invullen. En dan kan je ook makkelijker snel gaan lezen met meer begrip. Dan wanneer je gewoon maar begint. Er zijn eigenlijk drie problemen waarom wij zo langzaam lezen. Dus daar wil ik even met jullie bij stilstaan. Wie is nog steeds aantekeningen aan het maken? Hartstikke goed, want ik probeer jullie een klein beetje van je stuk te brengen door ook voorbeelden te noemen en jullie uit te nodigen om vragen te beantwoorden. Er zijn eigenlijk drie uitdagingen met echt sneller beginnen te lezen. Dat zijn regressie, fixatie en subfocalisatie. En daar wil ik even met jullie over hebben. In je boekje vind je een tekst en die zit achterin. En ik wil vragen aan jullie om eens even die tekst te pakken. Verslim jezelf, reset je brein en leer nieuwe gewoonten. Kijk elkaar dan even aan, dus zo. En lees de eerste regels van die tekst en kijk dan bij die ander even om de beurt naar wat die ogen doen. Dus als je zo leest, even eroverheen en dan kijk jij zo naar mijn ogen. Kijk even wat die ogen doen. Kijk even bij elkaar. Neem even de tijd. Ik lees nu iets weg. Toch? Ik nu hetzelfde. Oh, hoor. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Dan doe je eigenlijk.
dit. Kijk nou verder dan. En dan kijk jij naar mijn ogen. Naar mijn ogen. Ja. Ik wil graag zo een antwoord van wat doen die ogen nou precies? Ja, dus kijk even naar elkaar en wat zie je dat die ogen doen? Wat valt je op? Valt je op dat die ogen doen? Ja. Wie heeft het gezien? Wie heeft het al gezien? Wat doen die ogen? Ze bewegen, maar hoe bewegen die ogen? Van links naar rechts. Ja, van links naar rechts. En wat nog meer? Boven naar beneden. Is het een vloeiende beweging? Wie heeft een vloeiende beweging gezien? Het is geen vloeiende beweging. Dit is heel belangrijk. Wij moeten bij elk woordje wat we lezen, moeten we even stilstaan. Dat noemen ze fixatie. Dat hebben ze in de Tweede Wereldoorlog al ontdekt. Toen de Engelsen heel veel luchtgevechten verloren, zijn ze de RAF-piloten zijn ze gaan trainen op het heel snel herkennen van een silhouet in de lucht. Zijn ze achtergekomen dat je eigenlijk in 1/500 seconden al een silhouet kan herkennen. Dus we zijn heel snel met het, maar wat hebben ze ook ontdekt, dan moet wel je ogen even stilstaan. Dus dat lukt niet in een vloeiende beweging. Je moet dus even, die woorden moet je echt, daar moet je bij stoppen. Die fixatie is heel belangrijk, dat je het snapt. Het is gewoon een techniek van hoe je informatie opneemt in je hersenen. Dus die ogen moeten stilstaan. 80% van alle informatie elke dag komt via de ogen binnen. Moeten stilstaan. Het probleem is met heel veel mensen, is dat ze denken dat ze iets niet goed hebben gelezen. En dan zie je dat ze terugspringen naar dat woord. En dan denk je, oh ja, wat stond er ook alweer? Oh ja, Fox. En dan weer door. En op 2-3 woorden verder denk je, oh wat stond er? Oh, dan weer terug. Nou, denk je dat dat bevorderlijk is voor het snel lezen? Dus wat moet je daarmee doen? Gewoon mee stoppen. Maar ik zou uitleggen hoe je daarmee kan stoppen. Maar wees je ervan bewust dat dit gebeurt en dat je daarmee moet stoppen. Daarnaast is het zo dat je je fixatiegebied kan vergroten. We hebben net naar één woord gekeken. Maar pak nou nog steeds dat boek. En kijk bijvoorbeeld eens naar gevechtservaring. En focus dan met twee ogen alleen op dat ene woord. En kijk heel gefocust naar het ene woord. En dan wil ik graag van jullie weten, hoeveel woorden zie je dan? Hoeveel woorden zie je? Stuk of vijf. Klopt dat? 3, 4, 5 woorden, klopt dat? Zie je ze? Als je kijkt naar één woord en toch zie je meer. Dat noemen ze het fixatiegebied. Je ziet meer woorden dan het ene woord waar je naar kijkt. Wat zou dat betekenen voor snel lezen? Sorry? Is handig. Dat is handig. Waarom is dat handig? Je krijgt in één keer meer informatie. Hè? Dus als je stopt met die regressie en je vergroot de stappen waarna je kijkt naar een zin. Hè? Dus dan krijg je dit. Dus je begint gewoon al bij quick en dan fox en dan de. Dan heb je toch die andere woorden meegepakt. Zie je dat? Dat fixatiegebied is ongeveer 2,5 bij 1,5 centimeter. Je moet hoppen. Je moet hoppen. Je ogen moeten stoppen om te lezen, maar je hoeft niet om elk woordje te stoppen, want je ziet meer. Je ziet die 2,5 centimeter. Dus je kan ook groepjes van 3, 4 woorden tegelijkertijd fixeren. Ja? Vraag over? Is dat iets wat je kan trainen? Dat moet je trainen. Dat moet je trainen. En sommige mensen kunnen nog veel grotere gebieden zien. Sommige mensen die kunnen al vrij snel, ik denk jullie ook als je echt gaat oefenen, 2 zinnen tegelijkertijd lezen. En 2 zinnen terug. Ga je echt heel snel lezen. Ja? Maar houd even nu op dat je geen regressie en dat je, omdat je weet dat je fixatiegebied groter is, dat je 2, 3 woorden tegelijkertijd pakt als je stopt. Is er nog iets? Als je dus een tekst hebt die je moet lezen, dan zou je dus een denkbeeldige lijn kunnen trekken. Vanaf de kantlijn en voordat je zin eindigt. Dus je zou al kunnen beginnen bij redenen en dan normaliter snelheid 250. Terwijl, goed, woorden per minuut te lezen in de eerste plaats. Dus je kan sprongen maken en je begint eigenlijk, gaat niet het eerste woord leren. Dus als je hier begint, is dat eigenlijk een beetje zonde. Er zijn 3, je kan ook 3 redenen. Normaliter lezen met de snelheid 250 woorden. Zie je wat er gebeurt? Je pakt sneller
geroepen worden en je begrijpt het. Heel erg belangrijk is dat onze denksnelheid ligt een stuk hoger dan onze leessnelheid. Dus op het moment dat wij hier gemiddeld in de zaal, wij lezen met 200, 250 woorden per minuut, tenzij mensen al een snelleescursus hebben gedaan. Dat is de normale leessnelheid, maar je denksnelheid ligt rond de 1200, 1400 woorden per minuut. Dus wat gebeurt er? Je leest een document, het is heel belangrijk. Er komt 250 woorden per minuut binnen en je denkt met 1400 woorden per minuut. Wat gebeurt er dan? Je bent afgeleid. Je brein verveelt zich. Idle time. Ik denk, wat gebeurt daar? Ook moet nog kaartjes bestellen, ook even browsen. Dus het gaat alle kanten op. Zeker als je een vol bureau hebt. Of als je tegen een wand aankijkt met ansichtkaarten van de collega's die net terug zijn van vakantie. Je bent heel snel afgeleid. Daarom is die Pomodoro-techniek zo krachtig. En je moet dus proberen om sneller te gaan lezen. Want als je sneller gaat lezen, dan is er geen tijd meer om afgeleid te zijn. Andere woorden, je begrip gaat ook vergroten. Je bent er veel meer bij. Je bent veel gefocust op die tekst. Dat noemen ze iets wat er gebeurt, het associatie-effect. Misschien heb je het wel eens gemerkt al. Op het moment dat je heel snel een zin gaat lezen, dan zal je ook merken dat als je volhoudt met het echt stap voor stap met grote fixatiesprongen lezen van die zin, dat je dan denkt, ja, ik mag niet terugspringen, maar ik doe het niet. En in één keer komt dat woord waarvan je dacht dat je het niet had gelezen, komt toch binnen. Dat noemen ze het na-el-effect, associatie-effect. Je zal merken, als je echt gaat oefenen met snel lezen, dat je eerst denkt, oh, wat stond er, en in één keer komt het binnen. Dat hebben ze gemeten. Dat noemen ze het associatie-effect. Met andere woorden, gewoon doorgaan dus. Niet stoppen, niet teruggaan, geen regressie. Gewoon doorgaan met lezen. Kijk even elkaar aan. Weer. En beschrijf met je ogen een cirkel. Dus kijk goed naar de ander zijn ogen weer. Dus je gaat tegenover elkaar staan. En dan kijk je naar mijn ogen. En dan ga ik met mijn ogen proberen een cirkel te omschrijven. Dus niet met je hoofd, maar echt. Ja, doe dat even bij elkaar. Kijk wat die ogen doen. Wie ziet er een cirkel? Wie ziet er wat anders dan een cirkel? Wat zie je dan? Een beetje hoekig. Zoiets? Ja. Ja? Een beetje hoekig. Doe het nou nog eens en dan neem dan je vinger en volg dan je vinger en maak dan weer een cirkel. Maar volg dan met je ogen je vinger. Kijk wat er dan gebeurt met die ogen. Kijk elkaar aan. Ja. En nu? Wat zie je nu? Wel een cirkel. Wel een cirkel, hè? Of iets wat erop lijkt, misschien zoiets? Ja? Waarom is dit van belang om dit te snappen? Focus. Focus, het helpt dus kennelijk als je iets aanwijst. Dus stel wat ik net al in die tekst deed. Je gaat tak, tak, tak en je volgt met je ogen je vinger of een potloodje. Potloodje is handig, want dan kan je soms even heel snel een steekwoord onderschrijven. Maar je gaat dus in een ritmische vloeiende beweging, de RVB, ga je je ogen geleiden naar die grote fixatiegebieden. Een aanwijzing is in het begin, als je echt goed wil leren snel lezen, van levensbelang. Waarom? Ja, anders ga je ergens anders naar kijken. Anders ga je ergens anders naar kijken. Je dwaalt af? Ja. En? Wat zei je? Hetzelfde. Ja, afdwalen. Er is nog iets. Je gaat de snelheid erin houden. En waarom is dat van belang? Je kan namelijk steeds sneller dit gaan doen, hè? Dat zie je ook echt snel. Dat zie je echt heel snel door een bladzijde gaan. Dat is omdat ze daarmee het stemmetje in hun hoofd uitzetten. Heel veel mensen die hebben geleerd om te praten terwijl ze leren lezen.
noemen ze vocalisatie, zeggen wat je leest. Niet al onze kinderen, maar er zijn nog steeds scholen waar ze dat op die manier lezen, leren aan kinderen. Dus kinderen moeten zeggen wat ze lezen. Dat betekent dat je dus nooit sneller kan lezen dan die praatsnelheid. Ook al ga je later niet meer hardop zeggen wat je leest, maar er zijn nog steeds mensen die dus wel van binnen dat stemmetje nog steeds, hè, of nog steeds zeggen wat ze lezen. Dan kan je nooit harder dan 250 woorden per minuut gaan lezen. Op het moment dat je met die aanwijzer snel door die tekst heen gaat, je gaat richting die denksnelheid, dan kom je op de helft, dan kom je twee keer, dan is er geen tijd meer om te praten in je hoofd. Dus die aanwijzer die kan je heel goed helpen om die snelheid te verhogen. En het is in het begin is het een beetje onwennig. We kunnen kijken of we nog even kunnen oefenen zo. Maar op een gegeven moment ga je zo snel door die tekst heen dat je niet meer in je hoofd dat stemmetje hoort. En dan ga je echt stappen maken. Dan kan je makkelijk naar 800 woorden per minuut. Dus 3 keer zo snel dan de meeste mensen al nu lezen. Belangrijk daarbij is dat die ritmische vloeiende beweging wordt vastgehouden. He, dus dat is dit. Pak die aanwijzer. Ik heb de voorkeur om van onderaf aan te wijzen. Want dan kan ik langs mijn vinger kijken. Kijk langs mijn vinger of langs mijn aanwijzer. Tak, 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 tak. Ik wil het even met jullie proberen. Pak je pen. Ga dit stuk lezen. En doe dan dit. Kijk even naar mij als je wil. Kan iedereen mij goed zien? Ja? Ga je dus gewoon rustig stappen maken. Groot fixatiegebied. Help je oog om even te stoppen bij de zin. En ga per zin in 2-3 stappen even zo door de tekst. Krijg je 1 minuut. Succes! Dus niet vloeiend. Ik zie nog steeds vloeiende. Je moet echt stoppen. Dus je moet deze weg. Maar kijk even. Dus stop, 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 stop. Nieuwe zin. Stop, 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 stop. Dus niet dit. Dit is verkeerd. Je moet echt die ogen helpen om even te stoppen bij zo'n groepje van woorden. Zodat je hersenen die kunnen opnemen. Ja? Probeer het eens. Oké, hoe is dat gegaan? Grappig, waarom? Het ging op een gegeven moment sneller. Heel goed. Heeft iemand anders dat al gemerkt? Oké, gaan we nog een keer doen. Ik wil daar niet te veel tijd aan besteden waarom dat is. Maar gewoon even voelen wat het is. Ik ga nu ook een metronoom aanzetten. Dus probeer dan op de tik van de metronoom te stoppen. Fixatie, je ogen even gelegenheid geven om dat stukje te lezen. En dan de volgende tik het volgende groepje woorden. Tik groepje woorden, tik groepje woorden, tik groepje woorden. Ja? Klaar? Ritmische vloeiende beweging. Stop. Stop. Fixatie. Hoe ging dit? Ja? Voor wie was dit te langzaam? Dat is een behoorlijke groep. Oké, ik ga eventjes versnellen. Goed zitten. Gaat nu een stuk sneller. Rechtop zitten, rechte rug. Pak een nieuw stuk tekst anders. Hou je aanwezig. Probeer hem inderdaad schuin te houden, je blaadje. Je kan ook op je schoot even doen. Het is wat lastig hier in die rijstoelen. En klaar. Daar gaat hij. Fixatie.
Hoe ging dit? Vol te houden? Lees je al aardig snel, hè, nu, met dit tempo. Ja? Ik ga nog even iets, een schepje erbovenop doen. Ja, dus wees daar klaar voor. Zijn er nog vragen? Ja, wat wil je vragen? Hoe doe je dat dan bij een tabel? Bij een tabel, goede vraag. Ga je gewoon onder de doorheen. Dus je hebt nu twee kolommen, hè, die twee kolommen. Dan pak je gewoon tak, 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 tak. Dus dan fixeer je gewoon. Dus wat van belang is, je hoeft niet met dezelfde snelheid die ritmische vloeiende beweging te doen. Als je een moeilijk stuk tekst tegenkomt, mag je best wel even wat langzamer. Daarom is het goed om in het begin met de metronoom te oefenen, maar op een gegeven moment kan je die gewoon wegdoen. Want als je, soms kom je een stuk tekst tegen wat je gewoon kent, vanuit je studie of je ervaring of wat dan ook, dan kan je veel sneller doorheen, maar dan moet je wel blijven. Want dat ritmische, die ritmische vloeiende beweging, stop, 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 heeft een bepaald kalmerend effect op je hersenen. Kom je sneller in wat ze noemen de alfa-staat. Kan je makkelijker focussen, kan je meer opnemen. Kom je een tabel tegen of een moeilijk stuk, dan kan je ook best wel even wat langzamer gaan. Dus je kan je snelheid variëren als het maar een ritmische, vloeiende beweging blijft. Ja? Dan gaan we. Nu wordt het moeilijk. Klaar? Gebruik je aanwijzing. Gebruik je aanwijzer. Die aanwijzer is belangrijk. Te snel, hè? Oké, dan gaan we eventjes een stapje terug. Nog een keer, let op. Probeer het met je aanwijzer. Stop. Ging dit? Dit was, de laatste keer was bijna twee keer zo snel als de eerste keer. Dat noemen ze het snelwegeffect. Als jullie straks gaan oefenen, pak dan ook gewoon download een metronoom. Hè, bijvoorbeeld Weird metronoom, of je kan allemaal downloaden. Ga dan oefenen met die metronoom. En wie heeft er wel eens het gevoel gehad dat je rijdt bijvoorbeeld de stad uit naar je werk, je rijdt door de bebouwde kom, je rijdt 50, dan ga je de snelweg op, ga je 120 rijden, tegenwoordig 130. Dan kom je weer terug in waar je moet zijn, in de stad, een dorp. En dan moet je weer 50 rijden. Wat is het verschil tussen die eerste 50 als je wegrijdt en die tweede 50 als je ergens aankomt? De tweede lijkt langzamer, hè? Dat is hier ook mee. Doordat ik net eventjes naar de 90 ben gegaan en daarna terug naar de 70, lijkt het minder snel dan de eerste keer toen we zelfs op 60 kwamen. Dus dat kan je heel goed oefenen. Mijn advies is, maak elke dag even een mindmapje, 5 minuutjes. Kan je van allerlei dingen doen. Boodschappen. Je kan bijvoorbeeld, als je naar de Albert Heijn gaat, kan je als hoofdtakken de groenteafdeling, brood, etc. En dan alle dingetjes steek het in je zak en probeer het te onthouden. Maar ook het snel lezen. Elke dag 5 tot 10 minuten. En dan kan je met een 2-3 maanden kan je rond de 800 woorden zitten. Alleen een heel groot deel van de informatie die jullie krijgen gaat via beeldschermen. Dus daar wil ik nog heel even bij stilstaan. Ja? Met een beeldscherm is het wat lastiger om bijvoorbeeld steekwoorden te accentueren. Het wordt een beetje rommelig, dat beeldscherm. Dus, daar kan je dat niet doen. Maar er is wel een ander programmaatje wat ik jullie even wil laten zien. Wat je heel goed kan gebruiken. En het heet Spreeder.com. Schrijf het even op in je boekje. Super techniekje om even mee te oefenen. Stukken tekst lezen. Ik laat jullie even zien hoe het werkt. Je kan als je op nieuw drukt, kan je daar een tekst in hangen. Ik heb bijvoorbeeld even de tekst erin gezet.
die jullie in het boekje hebben. Hier zie je trends in de digitale wereld. Nou, ik heb expres een moeilijk stukje tekst, want dit zijn allemaal flarden, dus het is niet zo makkelijk te lezen. Jullie hebben net zitten oefenen daarmee. Dat is echt een lastig stukje om even te leren. Maar ik heb hem dus nu in die spreader gezet. En je kan dan bij settings, kan je zeggen, ik wil bijvoorbeeld nu eens even lezen op 200 woorden per minuut. Dat is de normale leessnelheid. Dan wil ik 3 woorden maximaal per keer zien. Dus een chunk van 3 woorden. Fixatiegebied. Jullie zitten wat ver weg, dus ik heb hem even heel groot gezet. En dan ga ik dat nu even laten zien aan jullie. Dus kijk naar het scherm en probeer te lezen wat er staat. Klaar? Is het een beetje bij te houden dit? Ja? Oké. Okay. Ik heb hem vrij groot staan, dus ik ga hem... In de settings kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil... Volgens mij, ik heb net even gekeken, kunnen we hem ook op 1000 zetten. Dan moet je maar eens een beetje mee oefenen en bijvoorbeeld op 400. En dan ga ik de font size ga ik naar, niet van niet 200, dat is deze, ga ik bijvoorbeeld even op 160 zetten. Wat ik ook ga doen, als jullie durven, staat nu op 200, ik ga hem even op 400 zetten. Durven jullie dat aan? Oké, daar komt hij. 2 keer zo snel. Ik ga hem iets verder zetten, dit kennen jullie al. Gelukt? Het is lastig, hè? Maar dit is een heel goed tooltje om grote stukken tekst, als je ze elektronisch hebt, dus je pakt een Word-document of iets wat je moet lezen van een website, je plakt het in die spreader en dan zet je hem gewoon, ga je gewoon eens met die settings hier, die staan hier rechtsonder, ga je gewoon eens even proberen. Je kan verschillende instellingen. Ik gebruik hem nu ook om echt lastige grote hoeveelheden tekst gewoon op deze manier te lezen. Als je eenmaal kan snel lezen op papier, dus dit moet je niet te snel doen, leer eerst gewoon snel lezen op papier, dan zal je zien dat dit een hele leuke manier is om bestaande stukken tekst snel van het scherm te lezen. Zijn daar nog vragen over? Wil je hem eens laten zien op 800? Op 800? Ja, dat we dan over 2 maanden kunnen zeggen. Misschien iets langer. Oké, nog steeds met blokken van 3 woorden? Ja. Oké, let op, daar komt ie. 1, 2. Te doen? Ja, laat het. Mark? Ja? Ja. Ja, goeie vraag. Nee. De bedoeling is dat je het in één keer probeert op te nemen. Dus niet gaan lezen dit, hè? Dus niet fixatie, 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 wat je probeert te doen. En dat moet kunnen vanaf jullie afstand, maar misschien is het te groot. Dat je het in één keer opneemt. Net als wat je net deed op papier. Ja? Dus in één keer proberen binnen te halen. Ga er gewoon eens mee oefenen. Ga ik nu afronden. Even terug naar de mindmap. Wat tips. Ik heb al gezegd, elke dag even een mindmapje maken. 5 à 10 minuten snel lezen. Maar wat ik ook kan adviseren is om die Pomodoro techniek te gaan oefenen. Het is een hele goede app. Die heet de Pomodoro. Als je daarmee wil oefenen. Download hem dan even van CNET of van een andere. Of stuur me even een e-mailtje of Gabriella. info@academyofminds.com
En dan kunnen we nog wel meer tips geven. Ook als je vragen hebt, kan je ons gewoon mailen. 5W plus H. Er zit een voorbeeld in jullie boekje. Maar je kunt ze heel uitgebreid maken. Als je bijvoorbeeld veel projecten doet, dan heb ik er eentje voor je die uitgebreid is specifiek voor projecten. Om heel snel projecten op te zetten. En ook projecten te managen. Dat kan je ook met elektronische mindmaps doen. Als je daar meer over wil leren, dan hebben jullie zelf 3 trainingen. Voor de mensen van ABN AMRO zijn 3 trainingen die met name dit uitgebreid oefenen. Maar ook met elektronisch mindmap. Dus als je wil, kan de code geven, je kan het opzoeken op Academy Web. En dan heb je dit soort trainingen. Daarnaast hebben we een nieuwe serie training, die staat op verslimmen.nl. Dat is echt een nieuwe werktraining, die is 3 dagen, die gaat heel intensief. Die leert je echt veel meer dan wat we vandaag hebben kunnen bespreken. Als jullie het leuk vinden, wij hebben een lab voor het nieuwe werken in Den Haag, in het Museum voor Communicatie. Daar kan je gratis gewoon langskomen. Kost geen geld, kan gewoon op maandagmiddag en op vrijdagmiddag. Word je geholpen, heb je een vraag, mail hem even naar ons, kunnen we ons voorbereiden. Kom langs, we hebben een koffiemachine zoals die hier staat, een La Mazzocco. Hele goede koffie, thee en we kunnen je helpen. We hebben in principe een blok van 30 minuten. Als je denkt meer nodig te hebben of als wij naar je e-mail kijken, pakken we een uur. Kijken ook of we misschien wat mensen met dezelfde vraag bij elkaar brengen. Dan kan je naar het open spreekuur. Dan kan je ook gewoon openspreekuur.nl, kan je ook een mailtje sturen. Verder als je vragen hebt, kan je mij of Gabriella mailen op info@academyofminds. Als je het leuk vindt, kan je deze doen als huiswerkopdracht. Dus die tekst proberen te snel lezen na vandaag. Dan heb je een eikpunt. Het gaat om begrijpend snel lezen. Er staan achterin ook een aantal vragen. Dus zet de stopwatch aan, ga hem lezen en meet dan hoeveel tijd je hebt. Er staat een formule aan het einde. Dan vul je gewoon de tijd in. Lees de bladzijde, staat een klein formuletje. Je zet voordat je begint de stopwatch aan. Als je klaar bent, zet je hem uit. Dan kijk je hoeveel minuten, vul je in en dan weet je je leessnelheid. Daarna pak je even die vragen. En dan ga je kijken hoeveel begrip je hebt van dat wat je hebt gelezen. Nou, als je dat nou doet en als je zegt, nou, over 2 maanden of over een maand wil ik weer zo'n testje. Mail ons even, krijg je een nieuwe test en je krijgt de antwoorden van deze. Dat wilde ik graag aan jullie leren vandaag. Hebben jullie nog vragen? Wie? De tekst zit in een andere taal. Ja? Dan zijn er dingen waar je daar dan weer rekening mee moet houden. Als je tekst hebt in een andere taal. Moeilijke vraag. Wie heeft een antwoord? Tekst in een andere taal. Ik, voor mezelf zou ik zeggen, ja, dan, ik weet niet hoe goed, kijk, ik doe het ook in het Engels, maar ik heb ook lesgegeven aan MBA-studenten in het Engels, dus dat kan ik redelijk net zo snel eigenlijk. Frans is voor mij alweer wat moeilijker. Andere taal. Nee. Laat me even over nadenken. Kom ik bij jou terug, helemaal anders even. Lees jij ook romans? Nee, maar het is wel een grote valkuil. Gedichten, romans en zo, die wil ik gewoon lekker rustig lezen. En ik heb wel eens, als ik een heel spannend boek aan het lezen ben, dat ik denk, oh, en dan ga ik sneller lezen. Maar dan moet je eigenlijk even terugschakelen, want dat is eigenlijk een beetje zonde. Ik heb het al een tijdje gedaan, maar toen las ik 3 thrillers in de week. Dat is een beetje zonde. Ja. Soms moet je in de tekst wel even teruglezen om een definitie weer te krijgen. Ja. Of even voor je gedachtenstroom. Wacht even, waar ging het om? Oké, maar dan heb je het echt over een begripsvraag. Dan kan je rustig teruggaan. Maar teruggaan naar het woordje de, of het, of bijvoeglijke naamwoorden. Zelfstandige naamwoorden hebben vaak de betekenis. Dus je kan ook heel erg gaan letten op die zelfstandige naamwoorden, die groepen woorden. Maar teruggaan naar een formule, prima, geen probleem. Daarom zei ik op een gegeven moment ook al, van wordt het moeilijker, dan ga je ook gewoon langzamer. Je kan ook best even stoppen. Hou dan rekening met je metronoom, want die gaat dan door. Dus na een tijdje kun je die afzetten. Andere vragen? Pomodoro. Dat vind ik een hele goeie. Maar het hangt een beetje af van wat voor apparaat je hebt. Android of een iPhone of een PC of een Mac. Dan moet je hem even mailen. Dan moet je even in de mail zetten wat je hebt. En dan stuur ik je even een mailtje terug met een link. Maar zei jij dat je een stukje software had om Mindmap te maken?
Ja, als er nog tijd voor is, dan na de vragen laat ik dat even snel zien voor de mensen die nog blijven zitten. Ja? Dan laat ik zien hoe je van een Word document automatisch een mindmap genereert. Want de mensen van ABN AMRO hebben al die software, alleen ze goed bewaard geheim. Dus dat zal ik dan zo even laten zien. Je zit heel vaak in de kantooromgeving. Juist, ja, goede vraag. Juist in de ja. En ik heb ook een blaadje voor je, want ik hang dat gewoon op en ik zeg gewoon, ik zit in de Pomodoro. Kan je heel even wachten met je vraag. Daar zit een wat uitleg bij en als je wil stuur ik die op en je kan je gewoon ophangen als je bezig bent. En dat helpt echt. Mensen gaan je minder vaak storen. En dat is vaak, je hersenen hebben vaak, afhankelijk van hoe complex het probleem is waar je aan denkt, 5 tot 15 minuten nodig om opnieuw op te starten na een storing. Dus dat is echt zonde. Kan je het ook naast elkaar gebruiken? Of adviseer je jullie dat? Wat naast elkaar gebruiken? Nou, snel lezen en dan ondertussen die mindmap. Ja, dat kan heel goed. Zeker als je bijvoorbeeld dingen moet onthouden voor een presentatie of een studie. Wat ik meestal adviseer is dat als je gaat snel lezen op een gegeven moment met een potloodje, om de steekwoorden even te onderstrepen als je door de tekst heen gaat. Je ziet een steekwoord, even snel een streepje zetten, daar met potlood en een gummetje. Dat vind ik de beste aanwijzer om te gebruiken. Die steekwoorden zet je in je mindmap. En als je dan de Pomodoro-techniek combineert, dan weet je dat je na een half uur stopt. En kijk je naar die steekwoorden, die zet je in de mindmap, dan neem je 5 minuten pauze. En voordat je weer doorgaat, kijk je eerst naar je mindmap, zodat je brein weer die context heeft en dan ga je weer snel lezen. Als je daar meer over wil weten, heb ik volgens mij in een artikel iets over geschreven, moet je me even nemen. Ja? Maar dat zijn dingen die we echt behandelen en gaan oefenen, omdat dan ga je echt kijken, op het moment dat je lateraal denken, met geheugentraining, mindmap en snel lezen, combineert, die versterken elkaar heel erg. Dat zit in die ene training, die lifelong learning, dus die werken op elkaar in. Didactisch vind ik dat de beste training, maar daar ben je wel een dag mee bezig. Hier was nog een vraag. Zal ik nog even snel die... ja? Oké. Als je nog een vraag zo hebt, laat me even weten. Ik heb hier een programma, dat heeft de mensen van ABN AMRO, die hebben dit gewoon standaard op de pc zitten. Of die kunnen dat aanvragen. Ik kan nu een mindmap maken, dus ik kan hier tekst inzetten. Nou, zo'n mindmapje. Maar je kunt ook, wat ik net zei, je kunt ook niet blanco beginnen, maar gewoon de tekst pakken en inlezen. Nou, ik zal eens een tekst pakken. Ik heb hier bijvoorbeeld die tekst die jullie in het boekje hebben. Wat wel belangrijk is, is dat je even beseft dat je tekst moet hebben ingedeeld met die, dit staat in het Engels, headings, maar met kopteksten. Koptekst 1, koptekst 2, dat kun je gewoon zelf heel snel doen. Dat helpt je ook al om de context van de tekst te begrijpen. Maar als je dus die kopteksten hebt, ik zal deze eens even saven. Ik noem hem even test. En ik zet hem even op mijn desktop. Ik save hem. Dan kan ik in zo'n mindmap programma, kan ik zeggen, open het document, maar ik ga dan nu niet een mindmap openen. Ik open dan nu dat documentje. Even kijken hoe die ook weer heet. Oh, ik had hem toch net op mijn desktop gezet? Niet. Waar heb ik hem gelaten? Wie weet het nog? Op een desktop, toch? Save as, test, desktop. Oh, wacht even, dat is de verkeerde desktop. Ik heb 2 desktop. Nou ja. Moet je dat maar net weten. Ga ik hem openen. Als het goed is moet hij hier nu bij staan. Ja, dat is wel heel vreemd. Oh wacht, het is logisch, want ik kijk naar, hij kijkt hieronder, rechtsonder, naar, hij denkt, ik zit in een mindmap programma, dus hij wil waarschijnlijk een mindmap openen. Maar ik moet dan hier even aanklikken dat ik een Word document zoek. Ja, heb je het gezien? En dan moet hij er wel bij staan. Test, hier is die. Dubbelklik ik. Wat hij nu doet, is hij start die Word op, de achtergrond. En dan gaat hij kijken of hij daar een mindmap van kan maken. En daar heb ik hem. Dus dat artikel, en je kan dus ook een projectplan schrijven, een beleidsstuk, of maakt niet uit wat, een artikel voor een blog. Alles wat hij tussen koptekst vindt, die tekst, die zet hij in de notes. Ja, dus ook hierachter. En ik kan in één keer zien of de structuur van mijn artikel of mijn projectplan of mijn beleidsstuk goed is. Ik kan zeggen van ja,
Ik vind eigenlijk die hersencel, die moet vlak achter mindmappen komen. Dus ik verander mijn structuur en ik kan nu ook exporteren, weer naar Word, maar dan nu in de nieuwe structuur. Dus stel, ik noem hem even test. Ik zet hem op mijn desktop. Jullie hebben al gezien dat ik niet zo handig met computers ben. Nu krijg ik een tussenschermpje, dat is wel leuk, want ik kan ook zeggen nu inhoudsopgave en ik wil die mindmap eigenlijk als voorblad hebben. Stel dat ik nu goed ben, ik vind het prima hoe die... hoe de structuur nu is en de teksten. Dus ik zeg insert table of contents en ik wil een overview map en ik wil plaatjes, icons, ik wil gewoon alles. Dan exporteer ik hem. Ik heb dus net binnengehaald, mindmap gemaakt, gestructureerd, misschien nog teksten ingevoegd, fotootjes, etc. En daar heb ik hem weer geëxporteerd, maar dan in een nieuwe structuur. Hij pakt de titel, hij maakt een plaatje voor op het voorblad. Hij geeft me een inhoudsopgave en ik heb de tekst. Maar je ziet hier al aan dat die hersencel heb ik na mindmappen gezet, dat hij ook de structuur heeft aangepast. Ja? Dit scheelt mij heel veel tijd, kan ik vertellen. Is dit iets wat bij allemaal gewoon op de computer? Ja. Ja. En er zijn nog veel mooiere dingen die jullie hebben. Want wat ook niemand weet is dat er een aantal programma's zijn dat als je bijvoorbeeld met die 5 H je projectplan hebt opgezet, dan kan je met een druk op de knop kan je in Excel een strookopleiding krijgen, automatisch. Of managementrapportage op basis van exception report. Dat leer je ook in die trainingen, dus daar gaat echt veel, gaan we veel verder dan wat je nu ziet. Bijvoorbeeld ook van je mindmap automatisch een PowerPoint presentatie maken. Of een website genereren. Ja, dus, maar goed, dat gaat een beetje ver van dit. Hebben jullie nog vragen? Hoe vonden jullie het? Zinvol? Ja? Oké. Okay. Nou, succes. Mail me even. Als jullie nog vragen hebben, dan krijg je antwoord. info@academyofminds.com. Fijne avond. Dankjewel.